scholen zeer waarschijnlijk ook na 6 april dicht. De eindexamens gaan dit jaar niet door. In China mogen mensen juist weer voorzichtig de straat op. Evenementen en bijeenkomsten worden afgelast tot 1 juni. Welkom bij de podcast Een 1-2'tje met Yves. Normaal doe ik dit altijd vanuit ons kantoor aan de Amstel. In onze mooie podcaststudio. En dan kunnen we onze gasten beneden ontvangen en dan geven ze een hand. Alleen, we leven in andere tijden. Ik ook. Dus ik heb mijn podcaststudio verplaatst naar mijn huis. En ik heb besloten om een nieuwe serie te gaan doen. Ondernemen in tijden van corona. En ik wil daarbij op zoek gaan naar het zakelijke vaccin. Wat het beste werkt. Als je bedrijf in crisis komt. En daar ga ik specialisten bellen. En de eerste die ik ga bellen is Benno Lezer, de CEO van Gassan Diamonds. En ik hoop dat hij opneemt. Mr. Geiraert. Yes, Mr. Lezer. Je bent meteen online. Nou, dat is heel mooi. Hoe is het met je? Hoe is het met mij? Het zijn gekke tijden, hè? En het is volgens mij ook essentieel om de rust te bewaren. Maar dat is even de omstandigheden niet altijd makkelijk, maar wel een vrijheid. Want even, heel veel mensen weten dat niet, maar Gassan Diamonds is een bedrijf wat wereldwijd opereert. We hebben Schiphol als Gassan Schiphol. We hebben 5 winkels in Singapore, die heet Gassan Singapore. We hebben de grote fabriek waar we normaal gesproken tussen de 350 en 400.000 toeristen hebben op jaarbasis. We hebben een grote winkel op de Dam, Gassan Dam Square. En we hebben een boutique in de PCO-stad, Gassan Boutique. Eigenlijk gebruiken we overal met drukletters de naam Gassan en dan met café de locatie. Mm. En Benno, met hoeveel mensen heb jij in dienst, in vaste dienst, normaal gesproken? We hebben 500 mensen in dienst, waarbij we wel een flink aantal parttimers ook hebben. Mm. Dus het zijn ongeveer 400 FTE'ers. En bijvoorbeeld op Schiphol moet je denken aan 170, 180 personen. Ook omdat we in wisseldiensten werken, 7 dagen in de week open zijn en bijna 20 uur op Schiphol. Mm-hmm. Ja, zeker op Schiphol worden we natuurlijk enorm getroffen. Daar werden we de afgelopen week, zag je al dat bijvoorbeeld de Chinese omzet met 80% afnam. Alleen de andere nationaliteiten bleven een probleem. Maar er zijn nu veel minder passagiers. En wat in de krant ook te lezen is, is dat Schiphol in principe terminal 4 en terminal 3 dicht doet. En alleen gaat opereren van terminal 1 en 2. Maar verwacht je wel nog dat Schiphol nog open blijft voorlopig? Voor het moment is het absoluut nog open. Dus terminal 1 en 2. En van de 7 pieren zijn er 5 inmiddels gesloten. En er zijn ook nog wel passagiers, maar het wordt natuurlijk steeds minder. En wat dat betreft is het natuurlijk ook beslist niet vooruit te zien wanneer dit eindigt. Hmm. En wanneer had jij het idee, wanneer merkte je voor het eerst dat corona effect had op jullie bedrijf? Ja, dat is eigenlijk half januari een beetje begonnen. In eerste instantie was dat natuurlijk alleen maar China. Wij hebben een agent die zit in Beijing. En die bezoekt iedere dag dat ze, normaal gesproken dat ze kan werken, bezoekt ze allemaal reisbureaus. En toen met name vanuit het zuiden van China tegen Hongkong aan, kwamen daar al de redelijk desastreuze berichten. En toen is het eigenlijk in een stroomversnelling gegaan nadat het in Italië was. Want ik was in Taiwan. Wacht even, je viel even weg. Kan je het nog een keer even? Ja, tuurlijk. Half januari was ik in Taiwan om de reisbureaus te bezoeken. En toen was het echt business as usual. Ja. Daarna was ik begin februari in Thailand ook weer om reisbureaus te bezoeken. Hmm. Waarbij met name door het hotelpersoneel eigenlijk heel veel kapjes werd gedragen. En ook de cijfers bekend. Nou, die waren er toen eigenlijk, zeker wat Thailand betreft, was er niet veel aan de hand. De vooruitzichten waren ook gewoon goed. En de vrijdag dat de berichten over Italië er echt grof doorgingen,
toen regende het annuleringen. En toen gingen natuurlijk ook bijvoorbeeld dat Thai Airways niet meer ging vliegen. Ja, ja. Want als je kijkt, jij vertelde net dat jullie op de fabriek gemiddeld tussen de 300.000 en 400.000 mensen per jaar ontvangen. Ja. Dat is dus, ja, dat is 1.000 mensen. Hoeveel is dat per dag? Dat is ongeveer 1.000 per dag. En we halen nu de 30 niet. Ja, had nu de 30 niet. Want als jij nu een eerste inschatting maakt, hè, wat betekent het nu op dit moment in termen van omzet op jouw bedrijf? Ja, je hebt het eigenlijk heel snel over 50% minder omzet. En op sommige locaties is het zelfs nog meer. In Singapore, op de airport, zit ik op dit moment op min 60. De laatste dagen gaat Schiphol ook naar min 80. En ik weet dat collega's van mij ook in de richting min 80 zitten, als ze dat al halen. Ja, ja. Hey, en heb jij, want jij hebt meerdere crisissen meegemaakt. Wat, als je dat in je geheugen gaat, hè? 2008-2009, de SARS-crisis. Wat was voor jou de grootste crisis in, als je teruggaat in de tijd? Nou, SARS in 2003 was een enorme crisis. Dat begon eigenlijk zeg maar in april. En dat duurde tot half juli. Het gekke was wel dat augustus daarna de beste maand ooit was. Ja. Omdat over het algemeen zeker de toerist die wil toch heel graag reizen. Dus op het moment dat dat weer mag, gaan ze dat absoluut doen. Alleen het is natuurlijk gewoon afwachten tot wanneer. 2008 en 2009 was natuurlijk met name economisch. Wij verkopen een product, de diamanten, de gasten van 121. De juwelen van mijn dochter, Choice by the Elf, maar ook zeker de horloges. Ja, daarbij is het gewoon wel belangrijk dat er een redelijk rustig economisch klimaat is. Want als jij kijkt, hè, ik kan me nog herinneren dat David, hè, dat is jouw zoon, die zei ooit: Benno is het beste in tijden van crisis. Wat heb jij voor maatregelen genomen ten aanzien van je personeel? Nou, wat we op dit moment met name, en ik ben zo geslijt door de woorden van David, maar op zich is het natuurlijk ook een gegeven dat je in deze omstandigheden genoodzaakt wordt om te tonen. En ook gewoon heel goed de basis. En wat mij betreft, de basis is op dit moment RIVM. Die weten er het meeste van. Ik ben geen dokter, ik heb er allemaal niet voor gestudeerd. En dat wil ik ook niet. Dus ik wil de RIVM volgen. En daarna uiteindelijk wat de regering zegt. We hebben bijvoorbeeld naar aanleiding van gisteren met name toch nog een keer strenger op die anderhalve meter gebaseerd. En dat is af en toe ook wel een beetje dubbel. Want ik zie dan op een gegeven moment dat mijn personeel gewoon behoefte heeft om in deze onzekere periodes met elkaar te praten. Ja. Dat gebeurt dan bijvoorbeeld bij de koffiemachine. Maar dan wordt er helemaal niet meer die 1,50 meter in acht genomen. Dat betekent dat we vandaag allemaal veranderingen weer hebben laten plaatsvinden. Dus de bureaus zijn verder uit elkaar. De koffie mogen ze niet meer bij de koffiemachine halen. Maar het personeel bij de toeristen die toch gewoon minder werk hebben, die gaan de koffie drinken. Ik heb de eerste dag ook nog een plaquette bij gedaan om toch vooral ook de sfeer erin te houden. Ja. En men zit allemaal op afstand. Bijvoorbeeld de horlogemakers. We hebben best een achterstand met Rolex-reparaties. Dat is een gevraagd product en daar zitten we tegen een achterstand aan. Wat hebben we nu gedaan in showrooms? Hebben we die werkplaatsen van die horlogemakers op anderhalve meter uit elkaar gezet. En zij kunnen daar heel rustig en goed werken. Wat betreft het sociale aspect hebben we toch ook gezorgd om een beetje die koffiemachine situatie proberen realiteit te geven. Dat betekent dat we ook twee showrooms met bankjes hebben ingericht waar iedereen anderhalve meter uit elkaar kan zitten. Daar kunnen ze hun lunch gebruikt en dan kunnen ze toch ook nog eens met elkaar kijken. Ik begrijp heel goed dat de mensen daar behoefte aan hebben. Ja. Hey, en als je nu, wat een gedoe, hè, zou je bijna zeggen, maar hoe lang kan je dit als bedrijf volhouden, deze situatie? Hoe lang kunnen jullie dit volhouden? Ah ja, we worden natuurlijk fantastisch geholpen door de regering. Gelukkig hebben we een aantal goede jaren gehad, voor de regering als voor ons.
2018 was een recordjaar. En in 2019 zijn er 50% omhoog gegaan. Wacht even hoor, Benno. Want af en toe dan val je weg of zo. Ik nog een keer terug. Ja, die vertelde over 2018 had je een recordjaar. En in 2019 was de winst 50% hoger dan het recordjaar. Ja. Maar dat betekent dat vet wat je op de botten hebt gekweekt, daar creëer je nu ook een stukje rust mee. Vandaar dat we op dit moment ook iets beter kunnen voorzien in deze hele moeilijke omstandigheden. De Belastingdienst geeft natuurlijk het voordeel van op het moment dat je minder omzet, dan compenseren ze de lonen. We hoeven de belastingen mogen we ook laten betalen. Dat is alleen, dat moet natuurlijk wel weer een keer betaald worden. Dus daar moet je absoluut ook alweer rekening mee houden. Ja. En het belangrijkste blijf ik zeggen, bewaar de rust. Probeer het moraal erin te houden. En luister naar RIVM en het ministerie. Oké. Hey, want als je dan volg je een beetje het nieuws, weet je, zoals Jinek, Op1, de journaals, de kranten, ik neem aan van wel, hè? Ja, ik volg heel veel. Alleen heb ik ook met een vriend van mij, dat is de uitgever van Master of Luxury, daar zit ik nu ook mee te praten. Ja. En daar hebben we het ook nog wel eens over gehad. Ja. Dat het misschien eigenlijk wel heel verstandig is om één zender te maken. Ja. En daar is dan al het nieuws op. Want als je genoeg... En het zijn allemaal prima programma's en er werken uitstekende mensen aan bij. Je hebt Jinek en je hebt Op1. En het was natuurlijk ook een verademing om Jeroen Pauw weer in beeld te krijgen. Echt gewoon uitstekend. Mm. Maar ook zag je hoe Jeroen Pauw uiteindelijk door de huisarts verrast werd. Ja. Die daar ging vertellen dat ze dinsdag en woensdag ziek was. En dat de man nog steeds ziek was. Ja, nou, als ik dan vandaag in de krant lees dat als een gezinslid ziek is, mag je nog niet naar buiten. Ja, dan begrijp ik niet dat een huisarts, waar je toch een stuk extra vertrouwen in hebt, op de televisie zit. Nee, maar volgens mij begreep Jeroen Pauw dat achteraf ook niet. Maar wat ik eigenlijk bedoel, hoe kijk jij naar zeg maar die continue stroom van nieuws? Ik zeg heel eerlijk, als ik daar de hele dag naar kijk, joh, ik word er helemaal depressief van. Sowieso denk ik voor het moraal niet goed als je te veel televisie zit te kijken. Mm. Je moet je hoofd ook niet, dat zegt mijn vrouw altijd, je mag ook niet helemaal wegschuiven. Maar op een gegeven moment binnen een uur horen dat je linksom en een half uur later dat je rechtsom moet, ja, dat is gewoon verwarrend. Ja, want als je dan kijkt, hè, jij zei net iets over de maatregelen en je zei ik ben bereid om te luisteren naar de RIVM en het kabinet. Wat vind je van de handelwijze van het kabinet tot nu toe? Ik vind het kabinet in de basis ijzersterk. Ik vond de speech van Rutte maandagavond echt heel erg goed. Het was natuurlijk eigenlijk schandalig dat hele debat van 10 uur. Daarmee werd een hoop onrecht aangedaan aan hoe goed de speech van de minister-president was. En dat je hier en daar wat punten hebt, dat is prima. Maar ik denk dat op dit moment het niet om de politiek gaat. Ik denk dat het op dit moment om de maatregelen gaat. Mm-hmm. Rutte was daar meer dan uitstekend in. Eigenlijk ook wel heel leuk tot aan hoe die in het Albert Heijn verhaal met poepen. Dat is niet het meest nette woord, maar op dat moment wel. Ja, dat is gewoon goed. Dat spreekt het volk ook aan. Ja. Dus wat dat betreft heel goed. Ik vind aan de andere kant dat ze wel enigszins moeten uitkijken dat het niet te veel persconferenties gaan worden. En daarbij had ik met name vraagtekens niet zozeer bij de boodschap gisteren, maar om nou 4 ministers op dat moment weer aan het woord te laten, ook dat vind ik te veel. Ja, dus jij zegt keep it short, keep it simple. En wat als je kijkt naar de ondernemersmaatregelen, je hebt al genoemd de maatregel dat als je meer dan 20% omzetverlies hebt, dan krijg je 80% of 90% van je personeelskosten terug. Nou, en zo zijn er nog een heleboel maatregelen genomen. Hoe kijk je daarna naar al die maatregelen? Even voor het personeel, als je 20% minder omzet doet, krijg je 20% van je personeelskosten, of 90% van 20, dus eigenlijk 18%. Op het moment dat je 50% dat wist minder ik niet. Omzet hebt, krijg je 90% van die 50% terug.
Serieus? Ja. Oh, dat is... Maar dat is ook logisch. Want je hebt dan aan de andere kant wel de omzet. Ja, ja, oké, op zo'n manier. Oké, moet je nagaan. Dat had ik nog niet eens begrepen. Maar als je kijkt naar al die maatregelen, wat vind je ervan? Maatregelen is gewoon prima. Waarbij ik enige vraagtekens zet, maar dat wordt me niet door iedereen in dank afgenomen bij de ZZP'ers. Ik begrijp dat je daar goed mee om moet gaan en dat ook zij geholpen dienen te worden. Aan de andere kant is er ook wel op een bepaald moment een bewuste keuze voor ZZP'ers gemaakt. Waarbij dat beslist niet voor iedereen geldt. Want ik weet met name vanuit de zorg dat daar mensen gedwongen zijn om in de ZZP te gaan. Ja, maar ja, goed, dat is dus weer moeilijk, hè? Dus dan zou je de ene ZZP'er weer wel moeten behandelen. Anders moeten behandelen. En zeker met oog op de tijd is dat niet altijd makkelijk. En ik vind het heel goed dat ze voor de snelheid zijn gegaan. En ik denk dan ook dat alle werkgevers wel echt het moraal goed moeten hebben en hier geen misbruik van moeten maken. Ja, zeker. Want als je dan kijkt naar de toekomst, hè, jij doet zaken ook in China, in Singapore, in Hongkong. Daar schijnt het alweer een beetje op gang te komen, zeggen ze. Klopt dat ook, die berichten, dat het daar alweer een beetje op gang aan... Ook die berichten moet je weer nuanceren. Ja. In Singapore, als je uit een ander land komt, moet je beginnen met 2 weken in quarantaine. En bijvoorbeeld, ik heb natuurlijk heel goede ervaringen van het vliegveld, maar ik hoor ook wat de downtown en in Singapore, die voor een groot gedeelte ook weer afhankelijk zijn van de Chinese omzet, dat is nog altijd heel slecht. En wij hebben ook gewoon echt continu min 60, min 70 op Singapore Airport. China, ik sprak al eerder over mijn agent. In China is het zo dat mijn agent zit in Beijing. In Shanghai en in het zuiden, in Guangzhou, zijn ze voor 50% weer aan het werk. In Beijing is dat nog minder. En het ziet er naar uit dat het begin april weer redelijk normaal is. Ja, okay. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, want dan gaat het een beetje weer draaien. Ja, zeker. Want als jij zelf, heb jij een lichte verwachting als je kijkt naar de Nederlandse markt en de omliggende gebieden? Wanneer denk jij dat hier weer een beetje een situatie van normaliteit gaat ontstaan? Alles wat ik positief zeg is wishful thinking. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen dat het bij dit soort omstandigheden... Ja, als één iemand het wist, dan wisten we zoveel meer. En niemand weet wanneer het weer gaat starten. Nee, duidelijk. En denk jij dat er nadat... je ziet nu heel veel discussies ontstaan over een andere wereld en mensen zijn best emotioneel, wat ik ook heel goed begrijp. Denk jij dat er veranderingen gaan komen als straks weer de boel gereset is? Dat er hele andere situaties gaan komen? Wat denk je zelf? Er gaat absoluut een stukje veranderen. Zeker bedrijven die 100% afhankelijk van China zijn qua productieprocessen, zullen daar absoluut maatregelen nemen. Gaan, ik weet niet in wat voor snelheid, maar gaan ongetwijfeld ook weer producten laten maken in andere landen dan in China. Ja, ja, maar dat, dus jij verwacht vooral dat het productieproces gaat veranderen. En qua gedrag, denk je dat de mensen, omdat jij zo vaak crisis hebben meegemaakt, denk je dat de mensen gaan veranderen? Zullen misschien één slag voorzichtiger zijn, maar de praktijk leert dat men snel back to normal is. Ja, ja. Sorry voor dit niet zo goed Nederlands. Nee, oké, maar ik denk dat de luisteraar dat wel begrijpt. Hey, en als je, wat ik ook altijd interessant vind, hè, ik zeg altijd wel eens dat je leert je vrienden kennen in tijden van oorlog. Dus ook je klanten en ook je relaties. Wat is nou de mooiste reactie die jij de afgelopen week hebt meegemaakt van een klant of van een leverancier of van een partner? Eigenlijk heb ik dat gisteren weer gehoord. Mijn schoonzoon die verkoopt ook heel goed aan voetballers. En er was één voetballer vanuit het buitenland die zei, hoe kan ik je helpen? Help ik je een beetje als ik 2 horloges nu ga bestellen? Maar die bestel ik dan echt om jullie te helpen. Dat zijn mooie dingen. En het gekke is, dat hebben we ooit bij de Roof ook een keer meegemaakt. We hadden natuurlijk de Magnetronroof in 2001. Ja. En toen was er ook een klant die naar Kitty en mijn vrouw belde en die zei, volgens mij was het zelfs nog in de guldentijd, dat weet ik niet zeker. En die zei van, ik maak even 50.000 gulden naar je over en ik zie wel wat ik daar TCT voor krijg. Dus dat zijn wel hele bijzondere momenten in het leven.
En die zijn soms meer waard dan geld verdienen. Ja, nou, mooi, zeker. En zijn er ook wel situaties gebeurd, voorgekomen, dat je denkt van jammer dit. Dit is toch wel weer heel jammer. Bij diezelfde roof vond mijn toenmalige bank, die bestaat trouwens niet meer, het nodig om 2 dagen later me bij bijzondere kredieten te plaatsen. Ja. En dan denk ik van iets meer begrip zou toch wel prettig zijn. Welke bank was dat? Ik zal de naam niet noemen, alleen kan ik wel zeggen dat de bank niet meer bestaat. Oké. Okay. Hey, en als jij nu kijkt naar de bank, hè, want jij, ik bedoel, jullie neem ik aan ook relaties met banken, omdat je natuurlijk grote voorraden ook in je eigen beheer hebt. Wat is jouw gevoel, zeg maar, hoe de banken nu zijn ten opzichte van jullie bedrijf? Of de bank? Ik heb vanmiddag, ik zal niet helemaal precies in detail treden, nog een uitstekende conference call met mijn huisbankier gehad. Mede nogmaals, omdat we met name de afgelopen jaren echt vet op de pot hebben gecreëerd, is er voor ons op dit moment gelukkig nog niets aan de hand. Maar je weet niet hoe lang het duurt, dus je weet ook niet hoe het anders is. Zij hebben voorgesteld om iedere week even een korte conference call met elkaar te doen. Ja, ik denk dat dat uitstekend is. En in datzelfde gesprek werd ook gezegd, schroom niet als je ons nodig hebt om te vragen. Mooi. Nou, ik hoop dat ze dat ook bij andere relaties doen. Jij hebt, zoals ik net al zei, je hebt de roof meegemaakt. Hè? Voor wie het niet weet, er is zelfs een film van. Je hebt SARS meegemaakt, je hebt WTC meegemaakt. Je hebt de financiële crisis meegemaakt. Wat is jouw advies aan ondernemers die niet zoveel crisis hebben meegemaakt, zoals jij, op een moment dat je daar zo hard mee wordt geconfronteerd? In eerste instantie rustig blijven. Ja. Dan heel erg belangrijk op dat moment leiderschap tonen. Mm. Goede lijnen uitzetten. Een aantal punten echt voor jezelf te benoemen. En in dit geval benoem ik natuurlijk heel erg sterk RIVM en de regering. En ook heel goed zichtbaar zijn naar je mensen toe. Ik heb twee weken geleden een ronde gemaakt waarbij ik de winkel in de Dam ben geweest, maar ook een hele ronde op Schiphol. Gisteren heeft David een ronde gemaakt op Schiphol. Ik denk dat het essentieel is dat het personeel behoefte heeft aan een schouder. Oké, mooi. Heel mooi. Hey, en als je nu kijkt naar, ze zeggen wel eens, never waste a good crisis. Hè? Is er iets wat jij anders gaat doen het komende jaar, of dit jaar eigenlijk, zelf, als persoon? Het hele rare is natuurlijk, en dan verval ik in herhaling, omdat we hebben met z'n allen een goede strategie gekozen een aantal jaren geleden. Ja. Daar willen we ook niet te veel van afwijken. Bijvoorbeeld waar we echt blij mee zijn, is dat de strategie is geweest dat we niet alleen op toerisme hebben gegokt. Maar we zijn 19 jaar geleden begonnen met 36 vierkante meter op de Master of Luxury in de passagiersterminal. Ja. We hebben inmiddels 1200 vierkante meter. In die tijd heb ik ook met Yves wel eens zitten discussiëren van moet je reclame maken? Ja. Dat hebben we wel gedaan. Dat doen we nu ook volop in de voetballerij. Ja, en wij zijn wel dolgelukkig dat we hiervoor gekozen hebben. We hadden alleen heel graag ook de toeristenomzet en de Schipholomzet. En wat dat betreft moeten we nu gewoon kijken wanneer het weer enigszins normaal wordt. Maar niemand heeft daar uitzicht in wanneer dat is. Nee, dat klopt. Ga je sommige dingen anders doen? Nee, wat je wel ook in deze tijden ziet, is dat ook de ene persoon er gewoon beter mee omgaat dan de andere persoon. Ja, nee, dat zeker. Hey, en even een hele persoonlijke vraag. Hè? Want ik kan me voorstellen dat jij een ander groot probleem hebt. Want ja, wie dat nog niet weet, jij bent de meest fanatieke voetballiefhebber die ik ken. Je gaat zelfs door de week naar Bayer Leverkusen en dan s'avonds weer terugrijden om een wedstrijd van Peter Bos te bekijken. Je club Feyenoord speelt niet. Nou ja, alle uitzendingen op tv. Hoe ga je met die crisis om, dat er geen voetbal op tv is? Wat ik eigenlijk op dit moment ook heel goed vind. Ja. Die een goede combinatie weten te maken tussen sport en de corona. Ja. Echt complimenten daarvoor. We lezen veel. Je komt zelfs aan wat dikkere boeken toe.
En je mist wel, maar het meest medelijden heb ik, en ik hoop dat dat in ieder geval niet gebeurt, dat Liverpool geen kampioen zou worden, want dat zou ik wel echt heel onrechtvaardig vinden. Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk wel, het schijnt dat de Premier League in juni of zo weer van start gaat. Oké, Benno. Ik hoop het speciaal voor Liverpool. Ja, nee, begrijp ik. Nou, ik wil je bedanken. Is er nog iets waar je op terug wil komen? Nee, ik denk dat we alles gehad hebben. En mocht er nog ooit iets zijn, dan kunnen we altijd nog eens iets bedenken wat wel gezegd had moeten worden. Maar als het zo even snel de revue laat passeren, denk ik dat het een prima interview was. De interviewer heeft goede vragen gesteld. En ik hoop dat het volk er wat aan heeft. En laten we vooral rustig blijven. Goed de regels opvolgen. Met name die anderhalve meter. Niet de situaties zoals Zandvoort. Aan de andere kant heb ik ook gehoord van mensen die 's ochtends om 10 uur... met een gashandbal aan het voetballen waren op het strand en keurig anderhalve meter afstand hielden. En op dat moment was er helemaal geen drukte. Nou, dankjewel. We nemen de adviezen ter harte. En heel veel succes ook voor jullie allemaal. Dankjewel. Bedankt. Oké, bye bye. Goedendag.